Mezzosopraan Tania Cross presenteert haar eigen versie van haar lievelingsopera Carmen. Het meesterwerk van Georges Bizet werd speciaal voor haar herschreven en opnieuw gearrangeerd door Thijs Borsten. Hij combineert hierbij de schitterende muziek van Bizet met invloeden van de flamenco, de vurige volksmuziek en dans uit de zuidelijke provincies van Spanje, waar Carmen zich afspeelt. De klassieke opera's, de Parelvissers, Die Zauberflöte en Un Ballo Maschera ontbreken natuurlijk niet in dit genre. Het scala klassiek en opera is heel gevarieerd dit seizoen. De kamermuziekconcerten vindt u, zoals u gewend bent, in Domani. Als muzikale opmaat naar het kerstfeest presenteert onze eigen Venloze bariton Sef Tisse traditiegetrouw zijn Viva Classic Live concerten. Er is een opera buffa, De Apotheker, waarbij de muzikale leiding in handen van Jan-Willem de Vriend is. Veelbelovend en nieuw in ons theater. Er zingen in de Matthäus twee koren. Koor 1, het wetende volk, de gelovigen. Koor 2, het volk dat niet weet. En elk koor heeft een eigen orkest. Orkest 1 en orkest 2 en zijn eigen solisten. En in het openingskoor hoor je al hoe het zal aflopen. Een lijdensweg. Laten we dat niet op het paasfeest doen. Dat geeft alleen maar oproer onder het volk. Ja, nicht auf das Fest. Nicht auf das Fest. Naast de originele Matthäus Passion in de Martinuskerk is er een speciale kinderversie van de Matthäus Passie. Verteld door Edwin Rutte. Die u ook als volwassene de Matthäus heel toegankelijk laat meemaken.